Welkom bij de 2.2 aanpassingen biocast. Het is winter, de bomen zijn kaal en planten die willen groeien onder die bomen, die kunnen verschillende strategieën hebben. De eerste is als het voorjaar wordt en de sneeuw smelt, voordat er nog blad aan de bomen zit, komen de bloemen op. Dat doet bijvoorbeeld speenkruid. En als je vroeg in het voorjaar in het bos komt, kan de bosbodem helemaal geel zijn van het speenkruid. Ze moeten bloemen gemaakt hebben, bevrucht zijn en zaad gemaakt hebben, voordat het blad aan de bomen komt. Want dan verdwijnt het speenkruid weer. Een andere strategie is die van klimop. Die wil ook naar het licht en die gebruikt daar de boom voor om langs de boom omhoog te klimmen naar het licht. Weer anders gaat het met de paardenbloemen. Die groeien in het gras en moeten daar concurreren om het zonlicht en om het water wat er valt. En dat doet hij op de volgende manier. Hij maakt zoveel brede bladeren, een wortelroset, dat het gras gewoon verdrongen wordt en van al het zonlicht en het regenwater wat er valt, kan hij goed profiteren. Hier zie je een bos in het voorjaar helemaal geel van het speenkruid. Als je in de woestijn groeit, dan moet je wat anders doen. Dan pas je ook aan die omstandigheden. Je zorgt dat je het weinige water heel snel kunt opnemen. Je zorgt dat je een dikke waslaag hebt, waardoor je niet gevreten kan worden en dat je ook niet zoveel vocht verliest. Je maakt geen bladeren, maar de stengel heeft de functie van het blad overgenomen en je hebt haren en stekels om te zorgen dat je niet gegeten wordt. En wat je ook doet, is heel snel bloeien en zaad maken die enkele keer dat het regent in de woestijn. Dit blokje is 1 bij 1 centimeter. Dus die heeft een inhoud van 1 kubieke centimeter en die heeft een oppervlakte van 6 vierkante centimeter. Dat betekent dat de oppervlakte en de inhoud, die verhouding, die is 1:6. Dus hij heeft 6 keer zoveel oppervlakte als dat hij inhoud heeft. Als ik er meer blokjes tegenaan doe, dus een groter blok maak van kleine blokjes, in dit geval is de inhoud 27 kubieke centimeter. En de oppervlakte is 54 vierkante centimeter. Dus de verhouding tussen de oppervlakte en de inhoud is 1:2. Die grote oppervlakte is handig in de woestijn als je veel warmte kwijt moet. En die kleine ratio, die kleine verhouding, is handig in een heel koud gebied als je juist warmte vast wilt houden. Hier zie je nog een strategie van planten die in het water groeien en hun blad aan de bovenkant van het water hebben, zodat ze veel zonlicht hebben en ook koolstofdioxide kunnen opnemen. Camouflage kun je op een paar manieren doen. Hier zie je bijvoorbeeld iemand in een boom zitten. Of je ziet hem niet. En dat heeft te maken met de kleur, de vorm en het gedrag. Als je natuurlijk druk beweegt op zo'n stoeltje, val je meer op. En de vorm van het mensenlichaam is ook vervormd hier. Nou, een tijger gebruikt dat ook. Het schaduwpatroon zoals je dat in een boom hebt, zie je eigenlijk ook op die tijger. Dit wandelend blad probeert ook weg te vallen. Haren zijn een goede isolatie en dat heb je of kun je gebruiken in de woestijn, zoals bij de kameel, maar ook bij de ijsbeer. Dus het ene houdt de warmte binnen bij de ijsbeer en het andere houdt de warmte buiten, zoals bij deze kameel. Een dikke vetlaag, zoals deze walvis of deze zeehond, helpt je ook om warmte binnen te houden. Hier zie je 2 hazen. Een poolhaas en een woestijnhaas. Links het poolhaas heeft hele kleine oren. Het woestijnhaas heeft lange poten, een lang lijf en grote oren. Dat is weer dat verhaal van de verhouding tussen de oppervlakte en de inhoud. Dus het woestijnhaas, kleine inhoud, grote oppervlakte. En het poolhaas probeert het precies andersom te doen. En dat hier een poolvos en een woestijnvos, de vacht is dikker, de oren zijn kleiner, de poten zijn korter
bij de poolvos dan bij de woestijnvos. Ook weer om de oppervlakte bij de poolvos zo klein mogelijk te houden. En ook de grootte. Een woestijnvos kan klein zijn en de poolvos moet groot zijn. Je kan ook proberen om te lijken op een dier wat gevaarlijk is. Deze wesp die bijvoorbeeld steekt, heeft deze zweefvlieg die niet steekt en die lijkt heel veel op hem. Die zweefvlieg heeft een voordeel van dat hij lijkt op een gevaarlijk dier. Overleven bij extreme temperaturen, of heel warm of heel koud, kan je doen door als het koud is een winterslaap te gaan houden. Dan verbruik je minder energie. Maar je kunt ook als het warm is overdag gaan schuilen en alleen 's nachts naar buiten komen. Hier zie je de tanden van een vleeseter. Die is aangepast aan het voedsel wat hij eet. Met die hoektanden kan hij heel goed stukken vlees afscheuren. Met de knipkiezen kan hij het vlees in stukken snijden. Deze hond heeft ook zo'n gebit. Maar deze hamster is het, geloof ik. Die heeft een heel ander gebit. Die heeft tanden om gras af te snijden. En hier zie je de plooikiezen van een planteneter. En hier zie je ze nog een keer. Dit zijn kiezen, de plooikiezen, om die celwanden stuk te malen. En dit zit er een beetje tussenin. Dit zijn de knobbelkiezen van een mens. Deze vogel heeft een poot waarmee hij goed op een tak kan zitten. En hij heeft een snavel, deze vink, om zaden te eten. Een brede, stevige snavel waar hij zaden mee kapot kan maken. Deze boomklever heeft een pincetsnavel. Daarmee kan hij goed de insecten die hij eet tussen de bast van een boom vandaan peuteren. Deze buizerd heeft poten waarmee hij goed zijn prooi kan vastgrijpen en heeft een snavel waarmee hij stukken vlees van die prooi kan aftrekken, afscheuren. Een haaksnavel. Dit dier is ook aangepast aan het leven wat hij leidt. Hij hoeft niet te vliegen, maar moet wel heel veel kunnen lopen en heel snel kunnen lopen. Een struisvogel, een loopvogel, heeft lange, grote poten. Deze vogel die in een moerassige omgeving loopt, heeft poten met een groot oppervlak waardoor hij niet wegzakt, lange poten waardoor hij door het water kan waden en hij heeft een snavel waarmee hij diep in de bodem naar wormpjes kan zoeken. De wulp. Deze eend heeft poten waarmee hij makkelijk kan zwemmen, zwemvliezen die hem goed vooruit stuwen in het water en een snavel waarmee hij het water kan zeven en zo wat hij wil eten in zijn bek houden terwijl hij het water uitspuugt. Een zeefsnavel. Dit was alweer de 2.2 aanpassingen Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.